Dinsdag 7 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraad. Om het kiezen te vergemakkelijken presenteren de politieke partijen zich ook bij Bostion. Mijn naam is Nina van der Goor. Ik ben kandidaat nummer 6 voor GroenLinks in Den Bosch. Naast mij zit Bart Eigenman, onze lijsttrekker. Bart, ik ben eigenlijk benieuwd. De verkiezingsleus van GroenLinks is verschil maken. Wat betekent dat nou? Ja, GroenLinks wil en kan verschil maken. En om te beginnen zit dat wat mij betreft in de manier waarop we in de politiek staan als GroenLinks. Niet kijken naar problemen, maar veel meer gericht zijn op kansen, kansen scheppen. En daar hoort voor mij ook bij, welke rol speelt de gemeente? De gemeente moet niet in de weg zitten, maar moet actieve bewoners ondersteunen. En veel meer uitgaan van de kracht van mensen. Mm-hmm. En kun je een voorbeeld geven van de manier waarop GroenLinks dat zou willen doen? Jazeker. Voldoet. Een voorbeeld van de afgelopen jaren is dat ik zelf heel hard getrokken heb aan invoering van het wijkgericht werken. Ook daar de gemeente dichtbij en de gemeente als ondersteuner voor en door activiteiten van bewoners. Dus dat is een mooi voorbeeld van kansen bieden, kansen scheppen om mensen te betrekken bij hun dagelijkse leefomgeving. Mm-hmm. En in hoe vertaalt zich dat naar de verschillende wijken in Den Bosch? Nou, een paar mooie voorbeelden zijn hoe actieve bewoners met jongeren samen activiteiten opgezet hebben. Bijvoorbeeld in Engelen, maar ook in Oost. Heel veel vrijwilligers die wel iets willen, maar dan vragen om steun van de gemeente. En dat hebben ze gekregen de afgelopen jaren. Je hebt zojuist verteld over de manier waarop GroenLinks in Den Bosch kansen biedt aan mensen. Onder andere door het wijkgericht werken. Op wat voor manier kan GroenLinks nou verschil maken voor het groen in de stad? Ja, GroenLinks, dat zegt het al. Groen is voor ons ook een heel belangrijk onderwerp in de politiek. En ik denk eigenlijk aan twee hoofdlijnen als het gaat om verschil maken. Eén is, we weten allemaal dat de binnenstad qua verkeer ernstig dichtslipt. Dat is niet goed, niet voor de leefbaarheid en niet voor de ondernemers. Dus wij zeggen, versterk het openbaar vervoer. Meer transferia aan de buitenkant van de binnenstad. En door de hele gemeente heen de fietsfora. Dat is één belangrijk blok als het gaat om groen. En het andere is echt versterken van groen in de stad, maar ook om de stad.